Hi. Hi, Janine Hogendoorn van Ring Ring. Stefan Hoogstel binnen zijn, we hebben een paar vragen voor u. Ja. Wat is eigenlijk uw relatie eigenlijk met deze met de data? Data is eigenlijk al heel lang een passie van mij. Ik geloof intrinsiek. Dus ik had altijd het gevoel dat ik liever 100 jaar later geboren zou willen zijn om de stand van de techniek mee te maken wat er allemaal kan met data. En dan met name om natuurlijk de maatschappij te vergroenen en te verbeteren en gezonder te maken. En de komst van de smartphone en in combinatie met het fietsen kan je natuurlijk, ja, daar is het ook ontstaan. Dus zo is mijn initiatief ook geboren. Relatie met fietsdata, nou, in ieder geval initiatief van deze bank. Wat wij van merkten was dat er heel veel data van auto verzameld wordt. En dat het voor de fiets eigenlijk een beetje afgemaakt. Dus zijn nu nieuwe inwindtechnieken met mobieltelefoons, wifi en dergelijke. En daar zien wij in ieder geval voor onszelf natuurlijk een stukje markt in. Maar ook tussen de mee helpen die datastroom. Mijn relatie met fietsdata. Nou, ik ben een dataman. Ik zit voornamelijk in de dataverwerking, data-inwinning. Mm-hmm. Dus eigenlijk is mijn relatie eigenlijk op de inwinningkant en de verwerkingskant van data. Ik ben data-analyst, dus ik analyseer verschillende databronnen. En daarnaast geef ik advies aan gemeentes en aan openbaar vervoerbeheerders over het gebruik van fietsen en fietsenstallen. Dus ik zie dat daar een link tussen is. Wat is uw relatie met fietsdata? Nou ja, goed, zoals ik net, jullie hebben in de zaal gezeten, maar mijn relatie is, ik vind juist het interessant om uit die data, wat ik al zei, de vertaling te maken maar naar informatie. Want waar heel veel mensen zeggen, ja, we hebben data, de data zegt niks, want het zijn allemaal puntjes, heel vaak. En juist de vertaling naar informatie zet heel veel beleidsmakers echt scherp van, hé, wacht, dit is mijn stad en ik zie nu iets. En ja, dan kunnen ze er iets van vinden. En van puntjes wordt het maar lastig. Dus, ja. Ik ben beleidsmedewerker, dus ik maak gebruik van allerlei vormen van data om mijn beleid op te baseren. Oké, wat is uw relatie eigenlijk met de fietsdata? Ja, dat is een goede vraag. Wij bieden een planner, een reisplanner, waarin ook de fiets voorkomt. Ook als voor- en aangevoerd, zijn we de enige van Nederland. Bijvoorbeeld ook de OV-fiets. En daar heb je data voor nodig, anders kun je geen planner maken. En in ons geval is dat met name kaartdata. Aan de andere kant genereren wij ook data. We slaan de data op voor jou als gebruiker. En willen jou ook dat jij daar de baas over blijft. Maar je kan wel veel leuks met die data. En wij vragen ons een beetje af vandaag, wat zou je ermee kunnen? Ja. Wat is uw relatie met fietsdata? Ik ben bezig met het project van B-Track B vanuit de ECF, de European Cyclist Federation. En wat wij doen is het stimuleren van fietsen vanuit registraties op bestemmingen waar fietsers aankomen. En daar willen we dan ook werkgevers, werknemers, maar ook winkels bij betrekken, scholen, restaurants. De fietsers die in de buurt komen, zijn potentiële klanten. Hoe is je belangstelling eigenlijk ontstaan? Hoe is dat? Ja, hoe kijk je Nederland is uniek in de wereld als het gaat om die fietsers en die fietsinfrastructuur. Maar wij zien het niet meer omdat het zo vanzelfsprekend is. En ik werk zelf bij de Autoriteit Financiële Markten. En daar is eigenlijk een heel nieuw, ook een standpunt van maak sterk wat er al is. En op het moment dat je daar meer aandacht aan geeft, verandert er ook iets in de maatschappij, ten goede. Waar gaat uw belangstelling naar uit? Is dat naar rijdende fietsen, stilstaande fietsen of echt ongevallen met fietsen? Dan gaat mijn belangstelling toch echt uit naar rijdende fietsen. Dus dat je eigenlijk real-time toepassingen kan hebben om rijdende mensen te helpen. Waar gaat uw belangstelling naar uit? Bijvoorbeeld naar fietsdata over rijdende fietsen, stilstaande fietsen of ongevallen met fietsen? Als ik uit deze moet kiezen, dan zou ik zeggen de eerste. Dat was dat, rijdende fietsen. Rijdende fietsen. Want ik vind het heel erg interessant hoe de vervoersstromen zijn. Okay. Gaat uw belangstelling meer uit naar fietsdata over rijdende fietsen, stilstaande of echt ongevallen? Uiteindelijk gaat hij naar de rijdende fietser, maar het interessante van de rijdende fietser is wanneer hij stilstaat. Dus dat is een beetje een Johan Cruijff uitspraak, maar het is juist interessant van wanneer kan de fietser niet rijden. Ik interpreteer de stilstaande fietser als de geparkeerde fietser, maar de stilstaande fietser is ook de fietser aan het licht. En ja, dat is gewoon super interessant van waar zit de pijn in mijn netwerk. Ja, precies. Ja. Waar fietsen de fietsers? Waar gaan ze naartoe? Waar komen ze vandaan? Maar ook waar zetten ze hun fiets neer en wanneer doen ze dat? Bij stations, bij bushaltes. In de
verandert wat in de maatschappij, maar hoe kom je dan eigenlijk uiteindelijk op dit congres van fietsdata? Ja, omdat ik een burgerinitiatief ben gestart, dat heet Ring Ring, zoals de fietsbel, maar een ring is ook rond een cirkel, dus een vicieuze cirkel naar gezondheid en verbetering. Fietsers lossen in één klap 3 problemen op, hè, dat is wel essentieel. Dus zowel de publieke ruimte kan je vergroenen en kost veel minder plek, als de gezondheid. Dus stilzitten is het nieuwe roken van onze generatie. En als derde, help me even, nee. heb je dus die data waardoor je de infrastructuur en de veiligheid van die fietsroutes ook beter kan delen met elkaar. Ja, ik was heel erg benieuwd naar wat er allemaal gebeurt op dit gebied. Welke data er allemaal aanwezig is en ook wie er allerlei dataverrijking nodig heeft eigenlijk in Nederland op dit gebied. Waarom heeft u zich ingeschreven voor deelname aan de expert? Omdat ik zelf zie dat er heel veel mogelijkheden zijn met fiets en data en dat die niet nut worden. Daar moet ik naartoe en daar wil ik ook iets aan kunnen toevoegen. En waarom heeft u zich ingeschreven voor deelname aan de expert bijeenkomst? Nou, ik heb me ingeschreven omdat ik zelf heel graag een keer wilde laten zien wat wij nu gemaakt hebben. En er zijn nog een aantal andere sprekers vandaag die ik graag een keer zou willen ontmoeten. Omdat ik daar al wel telefonisch contact mee heb gehad, maar nog nooit live heb kunnen zien. Dus voor mij was het gewoon een hele leuke aanleiding om een keer te komen om ook met mensen te spreken. Ja. En hoe bent u gekomen? Heeft u zich al ingeschreven? Bent u gevraagd om een presentatie te hebben? Ja, ik ben gevraagd. Wij zijn betrokken in een aantal projecten. Daar kennen ze ons waarschijnlijk van. En ze weten ook dat wij dingen met fietsen doen. Dus vandaar dat ik waarschijnlijk een berichtje mocht geven. En ik hoop dat het interessant was. En hoe ga je met die data om eigenlijk? Hoe ga je met die, ja. Nou, nu, het was een pilot, maar het idee is om dat sowieso open te brengen aan de partijen die daar weer vervolgens meer mee kunnen doen. Dus bijvoorbeeld beleidsmakers, maar ook ja, vanuit alle creatieve overwegingen. Dus als jullie als studenten of wat dan ook een idee hebben dat je denkt, hey, die fietsdata die kan ik gebruiken voor zus en zus zo. Nou, hartstikke idee. Hey, hoe gaat u om met de beschikbaarheid van de data? Hoe ga ik daarmee om? Dat is een goede vraag. Ik zoek allerlei manieren om aan meer data te komen eigenlijk. Want er is gewoon nog heel weinig data, zeg maar. Okay. Hoe gaat u om met de beschikbaarheid van de data? Vertrouwelijk natuurlijk. Nee, ik ga wel met de beschikbaarheid van data. In Nederland zijn niet heel veel open databronnen, dus we kunnen niet heel veel data binnenhalen. Maar de data die wij krijgen van de bedrijven, dat is de vertrouwelijke data. Dus daar gaan we ook zeker vertrouwelijk mee om. Hoe gaat u om met de beschikbaarheid van de data? Nou, wij maken gebruik van data van anderen, dus wij we hebben nog nooit een non-disclosure agreement getekend, maar wij gaan er gewoon heel vertrouwelijk mee om. Dus wat wij krijgen, ziet nooit iemand in het openbaar en wat wij visualiseren zitten allemaal foefjes in dat je het nooit kan terugbrengen naar de individuele fietser. Okay. Hoe gaat u met de beschikbaarheid van data? Op zich stel ik alles wat ik heb, stel ik beschikbaar aan iedereen. Zolang de privacywetgeving dat toelaat. Ja. Dus zoals eigenlijk bijna ook gezegd is, iedereen heeft belang aan data. Ja, ik werk bij de overheid. Het is met publiek geld verzameld. Dus dan vind ik ook, dan moeten we dat ook gewoon beschikbaar stellen. En dan gewoon zo ruw mogelijk, zodat mensen daar zelf weer nieuwe toepassingen bij kunnen bedenken die wij niet eens kunnen verzinnen. Mensen zijn altijd veel slimmer dan wij. En wie zal eigenlijk de leiding moeten nemen om die data te beginnen, eigenlijk die supply chain, die keten te beginnen? Nee, ik denk dat je als onderneming, dus als Ring Ring, als sociale onderneming ontstaat, dat ik die data openmaak en vervolgens gebeurt er vanzelf van alles. Dus ik vind dat je als ondernemer of als marktpartij dat zelf moet doen. En ik vind inderdaad dat de overheid het inkoopbeleid duidelijk moet hebben van als wij jou helpen met jouw dienst als klant, dan is die data per definitie open. Wie moet volgens u de regie nemen in het verzamelen van goede fietsdata? Is dat bijvoorbeeld de overheid, marktpartijen, fietsersbond, combinatie of andere? Zo, zoom maar even een paar open vragen, zegt hij dan. Dat is een goeie. Ja. Wie moet het initiatief nemen? Nou, ik denk dat het dat niet echt een heel duidelijke één initiatiefnemer te kiezen is. Want de overheid heeft natuurlijk een hele hoop data. Maar zeker ook de markt met allerlei apps en allerlei slimme toepassingen heeft gewoon een hele hoop data. Okay. En ik denk dat het belangrijk is dat er... dat de regie komt op de koppeling van die data, standaarden opkomt, maar dat je niet zozeer echt aan één partij kan zeggen dat zij moeten starten. Oké. Wie moet volgens u de regie nemen in het verzamelen van goede fietsdata? Is dat de overheid, marktpartij, fietsersbond? Kan ook wat anders? Misschien een combinatie van
Ik denk dat het een combinatie is, want je ziet hier zo al verschillende initiatieven. Ik was net bij een burgerinitiatief, iemand die zelf een fietsapp heeft ontwikkeld waarmee data wordt verzameld. Dus dat is een manier. Maar ik zie ook wel echt dat de overheid daar een rol in kan spelen. En wie moet volgens u de regie nemen in het verzamelen van goede fietsdata? Is dat de overheid, marktpartijen, de fietsersbond, misschien allemaal? Ik denk als de markt... Ja, dat is ook weer een lang antwoord. Maar ja. Ik denk als marktpartijen doen dat het slagvaardiger gebeurt. Mm-hmm. Alleen het is wel allemaal heel individueel gevoelige data. En ik vind altijd bij marktpartijen, die hebben dan meteen zoiets... Dan is het geld waard, dus kunnen we het verkopen. En dat vind ik altijd tricky. Dus het is eigenlijk... De overheid moet faciliteren waarbij de markt eigenlijk het invult. Maar okay. Om het totaal aan de markt over te laten, dan krijg je Google-praktijk. Oh, wij zijn baas van de data en die moet je heel veel betalen. En daar ben ik dan weer iets op tegen. Dus.